Surinaamse vaccinatieprogramma en de verdere samenwerking met Nederland op het gebied van gezondheidszorg zijn aan de orde gekomen bij de gesprekken van de Surinaamse regeringsdelegatie in Nederland. Dit zei gezondheidsminister Amer Ramadien gisteren op een regeringspersconferentie op het ministerie van Buitenlandse Zaken. We hebben dus een kennismaking gehad met de top van het ministerie van Volksgezondheid, zeker mijn collega van Volksgezondheid, al waar wij een aantal zaken hebben besproken. Onder andere de verdere continuering van onze samenwerking tussen de twee ministeries, evaluatie van ons vaccinatieprogramma in de afgelopen periode, maar ook hoe wij de samenwerking verder moeten gaan intensiveren. Voornamelijk op het gebied van kennisuitwisseling, wetenschappelijk onderzoek en het traject voor nog verdere concrete projecten binnen het Makandra, de Makandra overeenkomst. We hebben het RIVM. Het RIVM is het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het belangrijkste orgaan, onafhankelijk van het ministerie van Volksgezondheid, welke advies geeft aan de Nederlandse regering op het gebied van de epidemiologische situatie met betrekking tot COVID-19. Er is ook kennis gemaakt met het Outbreak Management Team in Nederland. Ramadien zegt dat Suriname en Nederland gaan samenwerken op het gebied van dataverzameling over het coronavirus. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie, die ook deel uitmaakte van de delegatie, zegt dat hij met zijn collega's heeft gesproken over ondersteuning aan het Surinaams justitieel apparaat. Ik heb een meeting gehad met mijn counterpart, eigenlijk van minister van Rechtsbescherming, dat is Sander Dekker. Hij is onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid in Nederland. De andere collega, Grapperhaus, was er afwezig. Maar het gesprek heeft voornamelijk toegespitst op ondersteuning aan Suriname, aan het ministerie van Justitie en Justitie en Politie. We hebben gehad, mensenrechten hebben we besproken, corruptie, wetgeving, ondersteuning, verder gevangeniswezen. Laat me mee aangeven dat we een MOU hebben getekend over reclassering. En ten aanzien hiervan hebben we al concrete resultaten. Amoksi zegt dat er 20 laptops zijn gedoneerd aan Suriname. De bewindsman stelt dat de ontmoeting met de procureur-generaal van Nederland ook heel vruchtbaar was. Hij heeft verder een bezoek gebracht aan het bedrijf dat brandweervoertuigen zal leveren voor het Surinaamse brandweerkorps. Dit project wordt spoedig uitgevoerd.